Hallo mensen, tof dat ik kijk naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in een potje Call of Duty. En we gaan het vandaag heel simpel gezegd hebben over, ja, waar gaan we het over hebben? Dat is heel simpel. Ik ga jullie een paar stukjes gameplay laten zien van de nunchucks en waarom de nunchucks. Eigenlijk heel simpel gezegd, omdat de nunchucks, nunchucks zijn melee weapons. Dat is het dingetje een beetje. En aankomende tijd, in principe als deze video online komt, dat is vrijdag dus, moeten wij met z'n allen, als het goed is, 350.000 miljoen, weet ik veel, 350 met heel veel nulletjes, potjes gespeeld hebben en dat gaan wij makkelijk halen. Want op het moment dat ik deze video maak is het nog geen vrijdag, dus hebben we het nog niet gehaald. Maar op het moment dat deze video online is, heb ik er vertrouwen in dat dat sowieso gehaald is. Dus aan de hand van, aangezien wij op die manier dus boxhandschoenen gaan vrijspelen, want dat gaan wij zeker doen met de community, want dat is super hard gelukt, sowieso, al weet ik het nu nog niet zeker. Ik heb er vertrouwen in. Ik dacht, het leek me eigenlijk wel leuk om vandaag een potje te spelen met, ja, met nunchucks en alles wat erbij komt kijken. Want dat nunchucks zijn uiteraard een melee weapon die ik heb en die ik persoonlijk wel tof eruit vond zien. Dus ik heb een potje gaan spelen met de nunchucks. Team Deathmatch of ja, wat is het? Domination, sorry. En ja, ik heb daar een deel van die gameplay, want ja, moeilijk uit te leggen. Deel van die gameplay maakt niet uit. Ik heb een deel van die gameplay. En daar gaan jullie nu lekker naar kijken. Dus laten we meteen verder gaan naar de video. Dan kunnen jullie meteen verder kijken. Want jullie hebben natuurlijk wat gezien. Dus in ieder geval veel plezier met kijken. Let's go. Securing A. Oh wauw, komt er nog iemand bij komen dit te fixen dan? Oké jongens, dan gaan we niet winnen jongens. Kom jongens, snel, plot. Ah, kom op. Kom jongens, dit moet wel beter hoor, Godverdomme. Ik kom er ook gewoon niet bij op deze manier, hè. Wel een beetje jammer als we dan op die manier ook nog gaan verliezen. Kom op. Serieus? Kom ik echt zo overleven? Ze focussen natuurlijk voor 100% op. Heb ik hem neer? Weet ik niet. Volgens mij wel. Nee. Goed jongens. Ik weet het niet meer, ik loop wel rondjes. Ah, ja, tuurlijk. Oké, we hebben in ieder geval verloren, maar we hebben toch best wel een nette score neergezet, als zeg ik het zelf. Oeh, dat was ik wel echt heel lucky. Het is wel een mooi einde, eerlijk. Ik heb toch een hele nette score neergezet, als zeg ik het zelf. Dus 33 om 31 vind ik toch een hele nette score, als je bedenkt dat ik de meeste kills met een nunchuck heb gemaakt. En dat het is en blijft toch een ranged wapen, of een melee wapen. Dus het is best wel moeilijk, maar het is wel een heel leuk wapen. Dus als jullie het een tof video vonden, laat even een blauw duimpje achter. Vergeet niet te liken, reageren, te abonneren en als jullie, ja, weet je. Ik hoop dat we met z'n allen, ja, ik hoop dat het al gebeurd is als jullie deze video kijken. Dat we met z'n allen lekker die boxhandschoenen vrij hebben, want dat zijn het. En zoals je ziet zijn melee weapons. Ze zijn super grappig om te gebruiken, super leuk, alleen ze zijn wel moeilijk. In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe even een blauw duimpje, vergeet niet te abonneren, te reageren hieronder in de reacties en weet ik veel waar het allemaal wanneer wil zetten. En dan zeg ik iedereen, laters, dag en doei.